Hallo, we gaan opdracht 8 maken van het Excel-hoofdstuk van de 12e editie van getallen en ruimte. Bij opdracht 8 werken we met de dataset Sporters Rio 2016. En daarin staan gegevens van alle atleten die meededen aan de Olympische Spelen van Rio de Janeiro. Bij opdracht 8 moeten we een aantal boxplots maken. En daar gaan we mee aan de slag. De boxplots moeten gaan over de lengte. Dus je wil eerst weten hoeveel sporters er zijn waarvan de lengte niet bekend is, niet in de database staat. En daarom klikken we bij lengte en filteren we alles weg, behalve de lege cellen. Onder in beeld krijg je dan te zien bij de aanwijzer dat er 330 records zijn gevonden. Dus er zijn van 330 atleten eh, geen gegevens over lengte bekend. Ik gooi het filter weer weg, want ik ga deze grafieken niet met maken door te filteren op mannen of vrouwen. Ik ga dat doen door te sorteren. Het is namelijk onhandig om gegevens te selecteren als er rijen uit de dataset zijn weggefilterd. Dus wat ik ga doen is, eerst sorteer ik op lengte, bijvoorbeeld van laag naar hoog. Nu staan alle sporters op lengte en onderaan is een groepje van 330 atleten waarvan de lengte niet bekend is. En nu sorteer ik op geslacht. Nu is het zo verdeeld dat eerst alle mannen in de bovenaan staan en daarna alle vrouwen. Maar omdat ik hiervoor op lengte had gesorteerd, is het nog steeds zo dat eerst de mannen staan op lengte gesorteerd. Dan is er een groepje mannen waarvan de lengte niet bekend is. Vervolgens komen alle vrouwen waarvan de lengte bekend is. En tenslotte is er een groepje vrouwen waarvan de lengte niet bekend is. Hier is dus dat groepje vrouwen waarvan de lengte niet bekend is. En ergens halverwege zie ik een groepje mannen waarvan de lengte niet bekend is. Maar nu staan dus wel alle mannen keurig bij elkaar. En de gegevens die ik nodig heb om in de boxplot te zetten, kan ik nu hier makkelijk pakken. Ik klik op de grootste man, de langste man. Ik houd shift ingedrukt, ik houd control ingedrukt en ik klik op het pijltje omhoog. En in één klap wordt alles geselecteerd wat boven die 2,18 meter stond van die langste man. Dit is nog net niet goed. De bovenste rij is namelijk ook in de selectie opgenomen. Die wil ik weg hebben. Ik houd Shift nog steeds ingedrukt, Ctrl niet meer, alleen Shift ingedrukt, één keer pijltje omlaag en nu is precies het gebied geselecteerd wat ik wil hebben, waar ik een grafiek van wil hebben. Dus nu zeg ik invoegen. Ik wil een statistiek grafiek, de Box and Whisker. Klik. En hier staat mijn grafiek ook nog eens keurig bovenaan. Als die niet bovenaan had gestaan, maar ergens halverwege in dit blad, dan had ik ervoor moeten kiezen om hem op een apart blad te zetten. Dat kan ik doen door de grafiek te verplaatsen. Bijvoorbeeld naar een nieuw blad. Grafiek. Oké. Okay. En dan wordt er een nieuw tabblad hieronder aangemaakt waar de grafiek staat. Uh, maar goed, dat hoef ik nu niet te doen, want ik wist precies waar die stond. Ik kan hem gewoon opnemen in de tabel. Want hij komt lekker bovenaan terecht waar ik hem altijd terug kan vinden. Zo. De mannen zitten er nu al in. Nu gaan we de vrouwen zoeken en in de grafiek opnemen. Dat doe ik door helemaal naar beneden te gaan. Want hier zaten tenslotte de vrouwen. Helemaal onderaan staan de vrouwen waarvan de lengte niet bekend is. Maar hier kom ik de langste vrouw tegen. En dat is wel een beetje irritant nu. Ik kan nu niet Shift-Ctrl-pijltje omhoog gebruiken. Wat ik zou kunnen doen is Shift en Page Up, maar dan ben ik toch wel een paar seconden bezig. Ik kies er nu voor om weer te zoeken naar de lege plek tussendoor waar de mannen zaten. Ik scroll naar beneden en ik begin bij de kleinste vrouw. En dan Shift-Ctrl-pijltje naar beneden. En nu werkt het prima. Ik kom inderdaad terecht bij de langste vrouw. Dat doet me denken dat het waarschijnlijk andersom ook had gewerkt. Ik had ook van lang naar kort kunnen selecteren. Maar zo is het ook goed. Er is alleen één probleem. Ik kan deze gegevens niet zo heel fijn opnemen in de grafiek. Want als ik nu een grafiek maak, dan wordt er een nieuwe grafiek aangemaakt. Dus bij nader inzien kies ik er toch maar voor. Om vanuit de grafiek te gaan werken. Maar ik weet nu hoe het moet. Ik selecteer de grafiek. Ik ga naar Grafiekontwerp. En ik zeg dat ik gegevens wil selecteren die in de grafiek moeten komen. Ik zeg Toevoegen. En in dit venstertje mag ik de gegevens selecteren. Nou, dat heb ik net geoefend. Ik begin bij de kleinste vrouw. Die zoeken we op. Hier is ze al. Klik. Nu shift. Ctrl, pijltje naar beneden. En in één klap worden alle vrouwen geselecteerd. Het vervelende is dat ik het bij reeks naam heb gedaan. En dat wil ik niet. Dat is namelijk helemaal fout. De reeks naam moet namelijk zijn vrouwen. Dus ik heb dat gewist. En ik moet bij reeks waarden de gegevens selecteren. Nou, nu kan ik gelijk testen of het andersom ook werkte. Shift, Ctrl, pijltje omhoog. En inderdaad, gelukkig maar, hij stopt bij lege cellen. Dus dit is precies wat ik wil. Nu heb ik alle vrouwen geselecteerd. Oké. Okay. Dat zie ik hier. De reeks vrouwen staat er nu. Reeks 1, dat ging over mannen. Die ga ik nu nog even bewerken, nu ik hier toch ben. De reeksnaam moet worden mannen. En oké. Okay. Nou, dit is precies wat ik wil. Oké. Okay. En ik wist waar de grafiek stond. Die stond helemaal bovenaan. Dus ik ga naar boven. En nu heb ik de boxplots van zowel de mannen als de vrouwen gemaakt. Ik wil het nog wel even mooier opmaken. Dus ik kies er bijvoorbeeld voor om bij de reeks van de vrouwen die gegevensreeks even op te maken. Dan krijg ik daar rechts in beeld opties voor. En ik wil. Geen binnenste punten en ook geen gemiddelde markeringen. Bij de mannen had ik dat niet. Ik had daar geen binnenste punten, maar wel een gemiddelde markering. En die wil ik ook weg hebben. En nu kan ik bijvoorbeeld al antwoord geven op de vraag D. Er is één opvallende uitbijter bij de lengte van de vrouwen. En dat is die mevrouw van 1,20 meter. Uh, zij staat. Oh, kan teruggaan naar de plek in de dataset waar zij stond. Want ze vragen: kan dat kloppen? Of, of is het wellicht een foutje? Ik had nog niet gekeken om wie het ging. Maar het ging om een atleten uit Kenia. Ja, 1 meter 20, 47 kilo. Het zou kunnen. Uh, maar ik heb geen idee. Dan vraag C. Mannen worden vanaf een bepaalde lengte als uitbijterpunten weergegeven in de boxplot. Vanaf welke lengte is dat? Nou, op dit moment vanaf 2 meter en 10 centimeter. Maar ik moet de grafiek nog opmaken. Misschien verandert het zo meteen wel. Ik ga verder met het opmaken. De titel moet natuurlijk zijn: uh, boxplots van lengtes en ik wil natuurlijk ook een legenda want dan kan ik goed zien welke bij mannen en welke bij vrouwen horen zo en ik wil een as-titel niet op de horizontale as dus die haal ik weg de primair horizontaal mag weg en ook die 1 bij de horizontale as die mag wel weg ik ga gewoon trouwens de hele horizontale as weghalen. Dat heb ik niet zo heel handig gedaan, want de verticale moet wel blijven staan. Zo. En de as-titel, daar maak ik van lengte. In dit geval staat die in meters, zo te zien. Ik vind die verticale tekstrichting niet zo heel fijn. Eens kijken of ik daar iets aan kan doen. Nog niet, maar dat komt omdat ik nog aan het typen ben. Als ik stop met typen, zou dat moeten kunnen. Hmm, nog niet. Even. Ik mag van Excel hmm, dit ding niet slepen. Dat verbaast me. Nou, bijzonder. Um, dan maar niet. Ik wil nog wel iets aan de as doen. Bij. Opties voor as, daar staat minimum 0. Nou, de kleinste vrouw was 1,20 meter, 20. laat ik vanaf 1 meter beginnen. En dat bedoelde ik met misschien veranderen de uitbijters nu. Bij de mannen in ieder geval niet, die zijn nog steeds 2,1. En hiermee heb ik mooie boxplots van de lengtes gemaakt. Um, de opdracht 1 e nog. Is het verschil in lengte tussen mannelijke en vrouwelijke sporters groot, middelmatig of gering? We gaan kijken als de boxen elkaar niet overlappen, dan zeggen we het verschil is groot. Het is lastig te zien. Ik zal een beetje moeten inzoomen toch om het te kunnen zien. Ik denk dat er net wel overlap is. Maar als ik ervoor kies om het minimum te nemen bij 1,6 en het maximum bij 1,9. Oh. Dan kan ik het veel beter zien. En het is nog steeds heel lastig te zien wat het derde kwartiel is van de vrouwen en wat het eerste kwartiel is van de mannen. 1,75 staat er en 1,75. Dat betekent dat er toch overlap is, namelijk bij 1,75. En dat betekent dat het verschil niet groot is. Maar dan gaan we naar het tweede bolletje. Als de boxen elkaar wel overlappen, dat is dus zo en één van de medianen ligt buiten de box van de andere. Dat is hier zo. De mediaan van de vrouwen ligt duidelijk buiten de box van de mannen en andersom ook. Dus het verschil is middelmatig. Ik zal nog even de as terugzetten zoals ik hem had. minimum bij 1 Trouwens, de langste man was 2,2 meter, dus ik kies voor 2,4. Zo. Goed, uh, hetzelfde moet je doen voor gewichten bij opdracht uh, F. Um, ik denk dat ik ervoor kies om dat in een apart filmpje te doen, want anders wordt dit filmpje veel te lang. Dus opdracht 8F kun je in de link in de omschrijving klikken of gewoon in de playlist klikken. Voor het filmpje van 8F.